festivalmodus, want we gaan naar Unmute. En het is een protest voor tegen dat er geen festivals meer zijn en de DJ's niet mogen draaien en zo. Dus het is 1:05. Ik zit nog aan mijn ontbijt en we drinken er lekker. Enjoy! Cheers, schat! Proost! Nou, op eerste soort feestje in Amsterdam. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben er vorige keer niet bij geweest. Het scheen echt heel festivalachtig te zijn. Zo. Oh, deze is lekker. Ja. Ik heb met deze limonade heb ik erin gedaan. Oeh, heel lekker. De lemonade, je hebt de rose lemonade, maar ik heb deze. Pink ginger lemonade. Het is echt heel lekker, hè? Dat ja, de richting van facility manager was gewoon niet helemaal mijn straatje. En ja, ik ben gewoon toe aan weer iets nieuws. Een hele nieuwe richting ook. Zijn ze buiten aan het gras maaien? Ik ben natuurlijk veel bezig met Instagram altijd en mijn YouTube video's. En ik vind het gewoon heel leuk om meer die kant op te gaan, ook voor werk. Dus ik ben nu op zoek naar een nieuwe functie in de richting van social media manager of influencer marketing of marketing manager. Dus als jullie nou een gouden tip hebben van Dame, dit bedrijf, deze organisatie is echt amazing en daar zoeken ze mensen voor dit soort functies, laat het mij dan weten. Het liefst natuurlijk in Amsterdam, lijkt me gewoon relaxed om... ja, in de buurt kunnen werken en in Amsterdam zit sowieso natuurlijk heel veel. Ben ik nu dus al per direct op zoek naar een nieuwe baan. Dus ik ben dus nu gewoon veel aan het solliciteren. Daar gaat nu ja, eigenlijk al mijn dagelijkse tijd in zitten. Maar ja, dan hoef ik dus niet meer naar kantoor verder. Best wel gek. Ik vond het ook wel echt heel jammer. Het liefst had ik gewoon bij DNB nog werkzaam willen zijn, maar... ja, ze hadden gewoon verder niks voor mij. De functies die ik wil gaan doen, dat hebben ze gewoon niet bij DNB. En ja, ik vind het ook wel weer leuk om binnen in een nieuw bedrijf te kijken hoe het daar aan toe gaat. En nieuwe mensen te leren kennen. En ja, het gebeurt weer allemaal tegelijk, jongens. Ik heb net een nieuw huis, nu weer nieuw werk. Maar ja, that's my life. Ja, ik hoop gewoon dat ik snel een nieuwe baan vind. Ik ben vandaag een dagje in Den Haag. Ik was vanochtend bij mijn ouders. Ik moest vanmiddag bij de huisarts zijn. Dat zit nog in Den Haag. Want ik heb lekker een blaasontsteking te pakken. Chill. Dus ik moet nu aan de antibiotica. Ik hoop niet dat dat weer effect gaat hebben op mijn darmen. Want dat haalt ook weer bij je darmen goede dingen weg. En jullie weten, ik heb natuurlijk een soort van spastische darm iets. Nou ja, het wordt weer één groot feest. Ik dacht echt, ik ben klaar met al die huisartsen en zo. Maar nee hoor, krijg je dit spontaan weer te pakken. Ik ben even bij de Mall of the Netherlands geweest. Ik heb even een bloemetje gehaald. Want ik ga naar opa en oma. En dan ga ik gezellig eten. Dus dan heb ik weer even een familierondje gehad. Ik heb vanochtend nog een kennismaking gehad voor sollicitatie. Voor social media manager. Ik hoor aankomende week, als het goed is, of ik word uitgenodigd voor een gesprek. Dus let's pray for that one. En ik kreeg net een mail binnen dat ik volgende week ook op gesprek mag komen. Dus ja, dat is wel weer even positief. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik ben nog steeds in Den Haag. Niet te geloven. Maar het komt omdat ik vanmiddag met vriendinnen heb afgesproken. Hier zo.
Dus ja, dan moest ik anders heen en weer. Had ik geen zin in. En nu ga ik even een plantje halen voor Lian. Want daar ga ik vanmiddag heen voor haar nieuwe huis. En even lekker een broodje. In het zonnetje. Kijk eens. Yes. Er staat zo een nieuw huisje. Ze heeft het helemaal zo eigen gemaakt. Kijk eens hoe gezellig. Lekker tuigertjes, lekker printjes, meid. Fantastisch. Kijk, daar gaat ze. Nou, dus het is gelijk helemaal sfeervol. Ja. Nou, leuk hoor, schat. Oh ja. Hello, good morning, you're doing great. I believe in you. And you have a nice butt. Yes. Jou, schat. Op een nieuwe huisje. Nieuwe avontuur. De eerste eentje. Nou. Doen we goed in Leiden. Echt, hè? De meiden komen straks ook erbij. Oh, wat een feest. Ja, dit is mijn hallo, opinion. Schat. We hebben een lekker snackbordetje. Het hapje. Oh, ja, heerlijk. Nou, eerste avondmaal, schat, in huis. Culinair hoogstandje dit. Oh, lekker zeg, lekker. Hoe is je housewarming? Maar echt, hé. Goed ingeluid, hoor, hé. Doe rustig, man. De buren. Goedemorgen, we zijn onderweg naar Vision Plaza. Ik ga even gezellig bij Kim buurten. En daar nog kijken naar vacatures. Met lekker een pakje erbij. Mens zonder jou, alleen de stilte om me heen. Ik voel mijn armen aan je uit, maar ik voel me zo alleen. I'm away, OT, OT. There's never much love when you go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. Eerst al 10 minuten wachten bij PNR voor een plek. Sta ik geparkeerd, neem ik de tram naar de Kinkerstraat. Loop ik daar, denk ik, oh, mijn huissleutel ligt nog in de auto. En Roxy is niet thuis, nam niet op. Dus nu kon ik binnenkomen door de buurman. Heb ik mijn spullen in de gang gezet, want ik had echt 3 tassen bij me. En nu ga ik met de bus naar Zuid, want daar staat mijn fiets nog. Pak mijn fiets, sleutel halen. En dan ga ik denk nog even naar sieradenwinkeltje, want ja. Daar ga ik toch langs. Dus dan ga ik daar maar even kloren. Jee, mijn god, irritant. Ik heb even omgekleed, want het was warm. Maar ik heb nog een heel schattig beeldje gekocht bij Things I Like, Things I Love. Zo. Super cute. Dus die kan... Die ken ik helemaal niet, ook niet meer om. Die kan een ketting. Toch nog geslaagd. Oké, jongens, dit was het einde van mijn vlog. Het was niet heel lang deze week. Want ja, ik ben gewoon veel bezig met solliciteren. En ja, het was gewoon een wat rustigere week. Morgen ga ik een weekendje weg naar Nijmegen. Dus dat zien jullie volgende week. En dan zal ik ook gewoon wat meer leuke plekjes filmen van hier in de buurt. Want ik wil gewoon wat meer hier alles gaan ontdekken. Leuke koffietentjes. Dat. Gewoon Deems ding. Dus ik zie jullie volgende week. Doei!